Zit u met het weer ook niet liever in de auto? Nou, mijn dochter en ik zeggen altijd, we zijn niet van suiker als het regent. En dat is ook zo. 40% van de mensen in Amsterdam heeft maar een auto. Hè? Dus het is sowieso niet iedereen gegeven om in de auto te zitten. En is het wel fijn als je een beetje veilig ergens kunt komen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst is geschrokken van de files die zijn ontstaan na het sluiten van de Oostertoegang. Maar ze gaat toch door met het autoluw maken van de stad. Heel goed, Vera. Zo, voor auto's hoeven we iets minder te stoppen. AT5 fietste met haar een stukje door het centrum, waar volgens haar nog steeds te veel verkeer rijdt. Je kan je afvragen of het normaal is dat je hier helemaal midden in de stad met de auto moet rijden, terwijl er een metrolijn onderdoor gaat. En niet iedereen, het past gewoon niet meer, niet iedereen kan hier overheen rijden, hier links. Dat is een uitdaging. De Oostertoegang werd ook genoemd in de plannen van de gemeente om de stad autoluwer te maken. Maar Van der Horst zegt dat het viaduct nu alleen nog dicht is vanwege werkzaamheden. Is het niet een heel naïef idee geweest om te denken dat het allemaal wel goed zou gaan met dit viaduct daar dicht? Ja, wat je ziet bij heel veel werkzaamheden in de stad, er wordt natuurlijk heel veel gewerkt in de stad, dus er is heel veel ervaring mee. En wat je ziet is dat het vaak heel even tijd kost om te wennen aan nieuwe situaties. Dus in het begin is er altijd meer opstopping of verkeer dat even een nieuwe route moet vinden en daarna gaat het beter. Wat je hier ziet is wel meer dan we verwacht hadden. Maar dit is echt chaos, toch? Dus echt door de touringcars en et cetera. Dus ja, dit is anders ingeschat van tevoren dan er uiteindelijk ter plaatse nu gebeurt. Om de verkeerschaos te verminderen is de brug bij het Centraal Station sinds vandaag afgesloten. En is het Oosterdoks eiland alleen nog voor bestemmingsverkeer vanaf de andere kant bereikbaar. Ze zullen ergens vaststaan, toch? Je hebt deze hoeveelheid auto's, die moeten eenmaal de stad in of uit. Dus hoe meer je afsluit, hoe lastiger het wordt, zou je zeggen. Nou, we zien ook dat er ook met maatregelen soms mensen kiezen om op een andere manier te reizen in de stad. En ik denk dat dat wel uiteindelijk is wat we met elkaar soort van moeten gaan accepteren. Dat deze stad wordt gewoon steeds voller. Er komen 300.000 inwoners bij de komende jaren. Dus 200.000 arbeidsplaatsen. Nou, dit is geen beleid. Hè? Even voor de helderheid. Deze afsluitingen, dit is wegwerkzaamheden waardoor het nu zo is. Alleen als je kijkt naar de hele stad, zullen we wel een manier moeten vinden om nog met elkaar het allemaal in te laten passen. Afgelopen woensdag blokkeerden vele tientallen taxichauffeurs de Michiel de Ruitertunnel en later de Prins Hendrikkade. Ze zeggen dat ze hun werk niet meer kunnen doen door het vele omrijden. Van der Horst zegt al met hen in gesprek te zijn. Dus ik vond het gisteren ook te ver gaan wat ze deden, dat ze dan weer gaan demonstreren om met mij in gesprek te willen. Terwijl ik eigenlijk al gewoon met ze in gesprek ben. Ik denk dat we dat zeker voort moeten zetten, want taxichauffeurs blijven gewoon belangrijk voor de stad. Hè? Daar is helemaal geen discussie over wat mij betreft. Dus we moeten ook gewoon kijken hoe kunnen we het voor alle partijen werkbaar maken. Tegelijkertijd hebben we wel gewoon een probleem met drukte in de stad. Dus dat we daar soms dingen aan doen, ja, dat moet ook wel op begrip leiden. Deze zomer komt er nog een afsluiting in de stad bij. De Weesperstraat zal 6 weken lang tussen 6 uur in de ochtend en 11 uur in de avond met slagbomen afgesloten zijn, waardoor verkeer die route niet meer kan gebruiken om via de Amstel naar de Dam te rijden. Dat betekent dus dat er nog een route afvalt om het centrum in of uit te komen. Dan ga je heel veel files kijken, toch? Nou, dat is dus echt iets wat we moeten gaan ontdekken. Want wat je merkt bij andere wegen waar het is afgesloten, is dat dat niet altijd het geval is. Dus daarom doen we het ook niet meteen gaan we het niet meteen helemaal doen, maar gaan we het eerst uittesten voor een paar weken. Echt om te kijken wat dat doet, om dan vervolgens dus, ja, als het dan wel blijkt dat er heel veel filevormingen of andere dingen zijn, dan kunnen we dat weer meenemen in zo'n besluit. Maar goed, zo'n test betekent niet dat de hinder minder is. Nou, ik denk dat we wederom bij de Oostertoegang is het echt anders, omdat je daar er doorheen kan. Dus iedereen wil er toch doorheen en komt dan met elkaar in de file. En hier word je omgeleid om dat uit te testen. Ja, en het zal ongetwijfeld zijn dat je in het begin even andere routes moet gaan zoeken. En dat is ook iets wat we gewoon meenemen.